Hey, ik ben Lindsay en vandaag wil ik het met jou hebben over de illusies van je gedachten of van je mind. En als je al een tijdje op het spirituele pad loopt, dan ben je waarschijnlijk al op verschillende websites terechtgekomen, heb je blogjes gelezen, video's bekeken, audio's beluisterd. Eigenlijk met het enige doel op zoek te gaan naar antwoorden. En ik moet zeggen, als het gaat over gedachten, dan ben ik me al heel bewust van, zelfs als toen ik tiener was, dat er heel veel gedachten door mijn hoofd heen hingen. En soms ook wel gedachten van anderen. Alleen begreep ik dat toen op dat moment nog niet, dat niet altijd alleen mijn gedachten waren. Sommige gedachten die maakten me gek, andere gedachten maakten me onzeker. Van sommigen werd ik boos, zonder te weten waarom. En van anderen werd ik daar weer verdrietig of weer super gelukkig van. Maar wat vaststond is dat die gedachten voor mij soms als tiener heel overweldigend waren en vooral ook heel vermoeiend waren. Nu, ze zeggen wel eens van ja, gedachten jouw kracht, hè. Zoveel jaar later las ik een artikel, het begin van mijn ontwikkeling, van mijn spirituele ontwikkeling, las ik een artikel dat gedachten jouw kracht zijn. En op dat moment vatte ik het niet volledig. Ik dacht het wel te begrijpen met mijn gedachten, maar ik voelde het niet volledig in mijn lichaam. Ondertussen, na zoveel jaren ontwikkeling en verdere groei en ervaringen, en door meer en meer in afstemming te zijn met wie dat ik werkelijk ben, met mijn authentieke ware zelf en mijn eigen energie, weet ik toen dat er eigenlijk allemaal gebeurde. En inderdaad, jouw gedachten zijn jouw kracht. Alleen kan je ze ook op een destructieve manier, dus op een negatieve manier gebruiken. Ze kunnen jou eigenlijk ook kapot maken. Ze kunnen jou maken, dus een kracht zijn, maar ze kunnen ook heel negatief zijn. En waarom? Omdat jouw gedachten maken onderdeel uit van ons manifestatieproces. En dan daarom is het zo belangrijk dat je jezelf meer bewust wordt van elke gedachte die er op elk moment, dus elke nanoseconde, door je hoofd heen en weer gaat. Ik hoor je nu al denken van ja, ik denk niet altijd. Oh jawel, je denkt echt wel constant. Echt. Het enige probleem dat is dat je eigenlijk niet altijd bewust van bent dat je constant aan het denken bent. Het mooiste voorbeeld is om eigenlijk eens 1 minuut te mediteren. Dus 1 minuut mindful te zijn. In die zin, je probeert om gedurende 1 minuut rust in je hoofd te brengen. Dus geen gedachten. Vaak hoor je het ook bij yoga-leraars zeggen: laat alle gedachten los. Besteed geen aandacht aan de opkomende gedachten. Herken je het waarschijnlijk wel? Ja, maar dat is niet zo evident. Je gedachten en ook je gevoelens, die zijn er altijd, of dat je het nu wilt of niet. Het is niet zo dat je een knopje kan aanleggen of afleggen. Ze zijn er altijd. Wel heb je de mogelijkheid om te kiezen welke gedachten je aanneemt als jouw waarheid en welke niet. En daar, mooi mens, begint net de ontwaking in jouw proces naar meer bewustzijn, naar een ruimer bewustzijn. En dus eigenlijk naar het leven vanuit een hoger bewustzijn. We gaan meer en meer naar een bewustzijn die voortkomt vanuit de hartenergie en minder vanuit het ego-gedrag en bewustzijn. En dat is eigenlijk het proces dat gaande is. Het proces dat ze ascensieproces noemen. Het proces dat ze spirituele groei noemen. Want je bewustzijn verschuift. Het verschuift van een ego-gedragbewustzijn naar een hartgedragbewustzijn. Wat eigenlijk heel simpel betekent dat je meer en meer jouw keuzes en beslissingen gaat gaan nemen vanuit je hartenergie. En veel minder vanuit je ego. Wat is je ego? Dat zijn eigenlijk jouw emoties. E. G. Gedachten. En O. Overtuigingen. Dus zo kan je het heel goed onthouden. Dus elke emotie, gedachten en overtuigingen komen eigenlijk voort vanuit je ego-bewustzijn. Wanneer je leeft vanuit een ego-bewustzijn, dan leef je eigenlijk vanuit jouw referentiekader. Iedereen heeft een eigen referentiekader. En dat is eigenlijk alle kennis, ervaringen, geloofsovertuiging van jezelf. Maar ook van familie, van vrienden, van voorouders, je bloedlijn, van de gemeenschap waarin je leeft. Misschien ook van de school waar je naartoe gaat of het werk dat je doet. Dus eigenlijk al die zaken, al die waarden en normen behoren tot jouw referentiekader. Dat is hetgeen waaruit eigenlijk jouw ego-bewustzijn gaat gaan putten, gaat gaan kijken van oké, welke ervaringen komen dit nu tegen in deze situatie, hebben we dat ooit eens eerder ervaren? Als je het zelf niet ervaren hebt, dan ga je het via ervaring van anderen en dan gaan ze gaan kijken, ah oké, dan moeten we op die manier gaan reageren. Nu, wanneer je bewustzijn verschuift van een ego-bewustzijn naar een meer hartgedragen bewustzijn,
dan laat je je referentiekader dat je nu hebt eigenlijk door een hele grote filter gaan. Waarbij je alle standpunten, of eigenlijk alles bekijkt vanuit standpunten, vanuit alle standpunten om tot een besluit te komen. Met de vraag van, ja, past dit nog bij wie dat ik werkelijk ben van diep van binnen? Of past dat niet meer? Indien niet, dan kan je die overtuiging, die gedachte, transformeren tot een idee dat beter bij je past. Zolang dat je gedachten, overtuiging en emoties hebben die jou blokkeren, kan je spreken of ga je horen dat mensen spreken over beperkende overtuigingen, over beperkende gedachten, over trauma's, over kwetsuren van het innerlijke kind. Nu, gedurende die evolutie van de mens, zijn we eigenlijk meer en meer kracht, eigenlijk te veel kracht gaan geven aan onze gedachten. En dus aan ons ego-gedrag bewustzijn. Nu, hoor je ook heel veel zeggen, of ga je vaak ook lezen op blogjes op websites, dat je je ego moet loslaten, dat je ego slecht is, dat je ego moet elimineren of wat dan ook. Maar vergeet niet dat je jouw ego nodig hebt om in deze wereld nog te kunnen manifesteren. Hetgeen dat je eigenlijk werkelijk moet en mag doen, je moet niks, je mag, is jouw ego omarmen, er bewust van worden en jouw ego te gaan laten werken ten dienste van jouw ziel, van je hart en van je passie. Hoe doe je dat? Heel simpel, want eigenlijk door elke gedachte, elke overtuiging, elke emotie die je gewaar wordt, die bovenkomt, door daar bewustheid voor te nemen, door je daar echt bewust van te gaan worden en jezelf gaan af te vragen van wat maakt dat ik nu die emotie heb, naar aanleiding van die situatie. Wat maakt dat ik die gedachte heb? En klopt die gedachte wel? Is dat wel mijn gedachte? Of is dat een gedachte of een gewoonte of een gedraging die ik overgenomen heb van ouders, broers, zussen, vrienden, kennissen, maakt niet uit. Dus een belangrijk idee is om niet te gaan denken, maar eigenlijk te gaan voelen. Gaan voelen van, past dat eigenlijk nog bij wie dat ik werkelijk ben op dit moment? Past dat nog, dat is nog belangrijker, bij wie dat ik zou willen zijn? Want wie wil je zijn? Jouw diepe energie, jouw essentie die diep van binnen zit, die wil je meer en meer naar buiten laten komen. En dat is belangrijk, dat je eigenlijk alles aftoetst aan die essentie, aan die energie. En nee, dat is niet iets dat je in één keer doet, dat is een proces dat je gaat. Vaak ga je denken van, oké, ik heb een aantal zaken losgelaten, ik heb een aantal zaken getransformeerd, maar naarmate je zaken transformeert, dan groei je als persoon en veranderen weer opnieuw je waarden, omdat je weer opnieuw nieuwe ervaringen op doet, omdat je weer nieuwe cursussen gevolgd hebt, omdat je nieuwe extra trauma's getransformeerd hebt, waardoor dat er extra informatie en kennis en wijsheid vrijgekomen is. Dus dat kan allemaal. En het belangrijkste is om telkens opnieuw dezelfde reflectie te maken, dus de reflectie naar binnen, en kijken van wat doet dat met mij, wat betekent dat voor mij, wat zegt dat over wie dat ik ben op dit moment. Nu, doordat we in een wereld van dualiteit, dus in de 3D, nog altijd leven, ook al ongeacht wat hoger bewustzijn je hebt vanuit 5D, 6D of hoger, is het niet altijd evident om in die eenheid te gaan leven, om vanuit dat hoger bewustzijn te gaan leven. Maar hoe meer je doet, hoe gemakkelijker het wordt. Want in de dualiteit, dus in de wereld van dualiteit, creëerde de mens met opzet het idee dat we van alles en iedereen afgescheiden zijn, gescheiden zijn. Waarom? Om te ervaren hoe dat is om niet meer in eenheid te leven. Daar ga ik nog een andere video over maken. Maar voordat we allemaal op aarde geboren zijn, zijn we allemaal geboren uit de bron. Voordat we geboren werden als ziel, dan konden we enkel maar eenheid ervaren. Net door op aarde geboren te worden, kunnen we ervaren hoe dat is om niet meer in eenheid te leven. En dat is eigenlijk om die dualiteit te gaan ervaren. Begrippen zoals, ik ben het slachtoffer, jij bent de dader, of het is jouw schuld, of dat is wit en dat is zwart, of dat is roze en dat niet. Boven versus onder, warm en koud. Dat zijn eigenlijk allemaal eenvoudige voorbeelden van hoe dat de dualiteit in ons dagelijkse leven werkt. Hoe dat de gescheidenheid ook in ons dagelijkse leven werkt. Maar dat gaat nog veel verder, gaat veel dieper nog. Want elke gedachte dat jij eigenlijk hebt over jezelf, waarbij je jezelf minder waardig vindt, of minder vindt dan de rest, of waarbij je van oordeel bent dat jij iemand iets verschuldigd bent.
Dat zijn allemaal ook illusies van het ego, van je mind, van je gedachten. En zelfs het idee dat je los bent van de rest van de wereld, is ook een illusie. Want je bent altijd verbonden gebleven en je blijft op dit moment nog altijd verbonden met de rest van de wereld. Dus wat betekent dat dan eigenlijk? Van zodra je iemand haat, van zodra je iemand verafschuwt, van zodra je iemand beschuldigt, dan geef je eigenlijk op dat moment, of dan kijk je eigenlijk op dat moment niet in liefde naar die andere persoon. Dan kijk je eigenlijk vanuit afgescheidenheid naar die persoon. En vergeet niet dat liefde vele vormen kent. Hè. Dat gaat hier niet alleen over de romantische of amoureuze relaties. Nee. Liefde is energie. Liefde is alles wat energie is. Dus jij bent ook liefde. Wanneer jij dus iemand of iets afgescheiden ziet van jezelf en daar een negatieve waarde aan geeft, of dat negatief overdenkt, dan betekent dat eigenlijk volgens de universele wetten dat jij jezelf geen of niet genoeg liefde geeft. En dat ga je merken op bepaalde vlakken en bepaalde situaties al in je leven. Daar komt dan een stukje karma terug in voor, maar daar ga ik nu niet op ingaan, dat is voor een andere video. Dus je weet ondertussen dat gedachten. Dat is wanneer hij analyses maakt. Gedachten is wanneer hij probeert dingen te begrijpen. Nu, het proces van persoonlijke en spirituele groei is eigenlijk een proces dat gaat van ego-gedragen bewustzijn naar een meer hartgedragen bewustzijn, om uiteindelijk naar het Christusbewustzijn te evolueren. Maar het enige wat je moet doen, is eigenlijk om die weg naar binnen te bewandelen. En in plaats om vanuit je ego, vanuit je intuïtie te gaan handelen. Dus je niet je intuïtie, je intuïtie. Dus ga naar binnen. Volg je passie. Ontdek waar je passie is. Volg je missie. En uiteindelijk gaat hier ook een stukje om het balanceren van de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. Maar dat is ook voor een andere, voor een aparte video, want anders wordt dat hier te uitgebreid. Maar daar zie je opnieuw hetzelfde. Een combinatie van je hart en je gedachten, mannelijk en vrouwelijk, in balans brengen om eigenlijk opnieuw die verbinding te maken met jouw essentie, om dat naar buiten te brengen via jouw passie, via jouw missie. Maar ja, wat is mijn passie dan? Wat is mijn missie dan? Ik hoor heel veel mensen, heel veel klanten die vraag stellen. En ik weet uit ervaring dat het heel moeilijk is om te weten, te begrijpen wat je passie en je missie is. Maar zoals je ziet dat ik het zeg, weten, begrijpen. Als het weten is vanuit een innerlijk weten, is dat iets anders. Maar als het weten is vanuit je gedachten en je mind, ja, dan zit je opnieuw daar vast. Dan zit je opnieuw, probeer je opnieuw iets op te lossen vanuit je ego-bewustzijn. En zolang dat je de vraag rond je passie en je missie probeert te antwoorden vanuit je logische denken, ga je nooit tot het echte antwoord komen. Zolang dat je je beperkte referentiekader gebruikt om oplossingen te vinden die er net buiten liggen, ja, ga je nooit de antwoord zien, want er is geen aanknopingspunt binnen dat kader. Er is geen venster of geen deur in jouw kader, opdat die nieuwe informatie binnen kan komen. Met andere woorden, als er geen ervaring is binnen jouw kader die te linken is aan hetgeen waarnaar je op zoek bent, dan zal die belangrijke nieuwe informatie met betrekking tot je vraag, of wat dat nu over je passie of missie is of een andere vraag, dat maakt niet uit, maar zal dat eigenlijk voor jou denken onbestaand blijken. Je denken gaat het niet zien, gaat het niet te weten komen, gaat het niet begrijpen. En daarom is het belangrijk om die weg naar binnen te gaan, om te gaan voelen waar jouw weg zit. En dan komen we terug op het vlak of op het gebied van meditatie en visualisaties en het energetisch werken. Maar je ziet, ook daar is dat opnieuw een mechanisme van de illusie van jouw denken, de illusie van het ego. Dus eigenlijk moet je meer en meer, of eigenlijk minder en minder, kracht geven aan jouw ego-bewustzijn. Dus aan jouw emoties, aan jouw gedachten en aan jouw overtuigingen. En dat is net een eenzame weg die je moet gaan, want uiteindelijk is het voor iedereen een proces dat anders verloopt. Er zijn andere zaken die in jouw groei aan bod komen, andere trauma's die je meegemaakt hebt, andere bloedlijn, andere levenslessen. Maar wanneer je bereid bent om het proces echt aan te gaan en je laat alles los wat je weet
En in plaats van je zo te kijken, ga je verruimen je blik, want uiteindelijk is dat hetgeen waar dat bewustzijnsverruiming is. Dan ga je echt een pad naar binnen en dan ga je ook tot nieuwe antwoorden en nieuwe inzichten komen. Het probleem is dat veel te veel mensen nog te vaak vastgaan aan het vertrouwde en aan het bekende. Want ze willen niet het zwarte schaap zijn, ze willen niet degene zijn die plots anders gaat gaan doen. En dat houdt hen tegen, of houdt hen ook op een plek waar ze eigenlijk wel naar ontsnappen. Dus de enige sleutel om uit het vastzitten te komen, is om je bewustzijn te verruimen. En hoe doe je dat? Door het licht te laten schijnen op al je gedachten, op je ego. Door liefde te geven aan al jouw emoties, jouw gedachten en overtuigingen. Dus eigenlijk door je focus, je aandacht te verplaatsen naar je hartenergie. Naar de dingen waar je instant blij van wordt. Ga je ook meer en meer boodschappen, tekens en signalen krijgen die jou gaan tonen wat de volgende stap is. De volgende stap die je kan nemen naar jouw weg, naar jouw passie en missie. En nee, jammer genoeg kreeg je niet alle informatie in één keer op je bord of kreeg je niet een routeplan of een stappenplan dat je kan gaan volgen. Het zou gemakkelijk zijn, maar waarom is dat? Eén, omdat je anders veel te veel zou krijgen in één keer op je bord, waardoor je eigenlijk misschien zou zeggen van nee, laat het maar, dan blijf ik toch wel van ik zit. Twee, je krijgt altijd informatie en kennis die je nodig hebt om een nieuwe les te leren, om verder te kunnen of om een trauma te helen. En soms is een trauma te groot om het in één keer te doen, waardoor dat universum of jouw gidsen ervoor zorgen dat je het in stukjes aangeboden krijgt. Die hapklaar zijn, die haalbaar zijn. Zodat je eigenlijk kleine successen ervaart, waardoor je het vertrouwen en de moed blijft hebben om door te blijven gaan. En telkens opnieuw, nadat jij een stap gezet hebt, nadat jij hebt getoond van oké, ik wil dit, ik ben er echt gecommitteerd aan mijn proces, dan gaan ze jou weer de volgende stap tonen. En hoe dieper dat je in die hartenergie gaat, hoe ruimer je bewustzijn wordt, hoe meer de sleur wordt opgelegd. De puzzelstukken beginnen naar elkaar te vallen en uiteindelijk wordt echt de waarheid aan jou getoond. En voordat je het weet, heb jij ook een ruimer bewustzijn, een hoger bewustzijn. En ga je eigenlijk meer en meer vanuit de eenheid en verscheidenheid gaan leven. Dus je voelt de eenheid met alles om jou heen, maar je bent nog heel bewust van je eigen individualiteit, van je eigen energie. En gaat eigenlijk gaan leven vanuit jouw energie, want het is niet zomaar dat je die energie hebt. Je bent een stukje van het geheel en je moet jouw energie ook daadwerkelijk de wereld gaan inzetten, want anders missen we een stukje van de puzzel. Dus, ik weet, het is niet altijd een even leuk avontuur, maar je tekent hiervoor in. Anders was je hier nu niet geboren op aarde en zat je al zeker niet nu te kijken naar deze video en dan zeker niet tot de volle 17 minuten dat we nu ondertussen al zijn. Maar weet dat je alle talenten en mogelijkheden mee hebt gekregen om dit avontuur met succes af te ronden. En weet dat je ook niet alleen bent in deze tijd. Alle mensen, de meeste mensen toch, de meeste zielen die hiervoor hebben ingetekend, die zijn bezig met dezelfde obstakels, met dezelfde vragen, met dezelfde zoektocht, met dezelfde ascensie, dus ontwikkeling, naar een hoger bewustzijn. En weet ook dat je niet alleen bent. Veel mensen, zoals onder andere ik mezelf, of ikzelf, hingen je reeds voor en willen jou ook graag bijstaan in jouw proces vanuit liefde en licht, die we eigenlijk ook allemaal gewoon zijn. Dus ik hoop dat je wat meer inzicht gekregen hebt rond het gedachteproces en waarom het belangrijk is. Om je bewust te worden van je gedachten, moest het zijn dat je ervaart dat je toch nog vast blijft lopen op blokkades of problemen of wat dan ook, dan raad ik jou aan om een transformatiesessie te reserveren, te boeken. Dat kan ook als je wilt meer weten over jezelf, over je pad en je missie. Dat kan in een transformatiesessie of in een online reading. Je kan gerust kijken op mijn website en van daaruit dan reserveren wat dat voor jou op dat moment nodig is. Zo, ik ga het hierbij laten, zodat het niet te lang wordt en dan zie ik je wel in de volgende video. Daag!